Nou, allereerst ontzettend dank dat ik hier deze avond mag zijn. Het kan gek lopen. Ik kom oorspronkelijk, mijn moeder komt uit een SGP-nest. Een deel van de familie en ook mijn schoonfamilie zal ik ook nooit kunnen overtuigen om op het CDA te stemmen. Ik ga het vanavond bij jullie wel proberen. En mijn vader is van een atheïstische achtergrond. Heel erg antichristelijk. Gezin. En als je dat met elkaar vermengt, dan krijg je dus schijnbaar een CDA. Ik loop nu een half jaar in Den Haag rond en het leek mij goed om daar wat op te reflecteren. Want ik kan je vertellen, niets is wat het lijkt. En dat is ook echt zo. Het moet ergens eind 16e eeuw zijn geweest. De uitbraak van de kraamvrouwenkoorts. Oké. Het moet ergens eind van de 16e eeuw zijn begonnen. De uitbraak van de kraamvrouwenkoorts. Heel veel vrouwen overleden een paar dagen nadat ze waren bevallen. Aan deze toch wel raadselachtige ziekte. En jullie moeten zich voorstellen, dit was de tijd net dat de Renaissance begon. Een tijd waarin de kunst, cultuur, maar ook vooral de wetenschap een enorme vlucht doormaakte. En de wetenschappers en de artsen in het bijzonder waren natuurlijk opgebrand om heel snel een oplossing voor deze koorts en deze raadselachtige, vreselijke ziekte te vinden. En overdag brachten zij kinderen ter wereld en 's nachts brachten zij door in het mortuarium om maar te onderzoeken wat is hier aan de hand en hoe kunnen we deze ziekte heel snel de wereld uitbrengen. Maar hoe hard ze ook werkten, hoe explosiever die pandemie uiteindelijk toenam. Zelfs op het hoogtepunt of dieptepunt, het is maar hoe je het ziet, overleed 1 op de 4 vrouwen na de bevalling aan deze ziekte. En het duurde meer dan 200 jaar voordat er iemand achterkwam wat de oorzaak van deze uitbraak was. En de oorzaak van deze uitbraak waren namelijk de artsen zelf. Het was Oliver Wendell Holmes, een jong onderzoeker, die halverwege de 19e eeuw ontdekte dat de artsen met hun beste intenties zelf die ziekte verspreiden. Ze waren namelijk overdag bezig met kinderen ter wereld brengen en zonder hun handen of hun medisch gereedschap te wassen gingen ze 's avonds naar het mortuarium om vrouwen die eerder waren overleden om die te onderzoeken. En ondanks dat het een hele logische constatering is van Oliver Wendell Holmes, wij zouden nu allemaal denken, ja logisch, maar ondanks dat hij dit deed, is hij 30 jaar lang verguisd door wetenschappers en door collega-artsen die natuurlijk niet wilden inzien dat zij zelf de oorzaak waren van deze ziekte. En wat kunnen wij vandaag, 200 jaar later, of 150 jaar later, leren van deze trieste geschiedenis? En waar wil ik heen met dit voorbeeld? Nou, aangezien ik hier vanavond bij de jongeren van de Staatskundig Gereformeerde Partij ben, zal ik mijn toespraak in 3 punten doen. Allereerst, aan welke koorts lijden wij? En als tweede, wie zijn die artsen? En tenslotte, hoe worden wij Oliver Wendell Holmes? Dus als eerste, aan welke koorts lijden wij? Deze koorts waar wij aan lijden is niet dodelijk, maar hij is wel ernstig. Het is een koorts die het draagvlak van onze democratie ondermijnt. Onze politiek degradeert tot een dagelijkse cynische show. Een soort theater die telkens meer draait om het beschadigen van mensen in plaats van het opbouwen van ons land. Onze tijdlijnen op de vele sociale media vullen zich dagelijks met korte politieke filmpjes, vaak met nietszeggende statements. Stukken waarin politici elkaar de vliegen afvangen of stemuitslagen van moties waarbij de titel nauwelijks de inhoud dekt. En je haalt een krantenkop als je schande spreekt van fouten van bewindspersonen en dat lijkt er soms juist op dat we niet meer mogen leren. Dat we vooral moeten afrekenen op andermans fouten. Dat samenwerken, het zoeken van samenwerken, het tonen van zwakte is. Dat fractiediscipline en compromissen sluiten vieze woorden zijn geworden. Terwijl elkaar overschreeuwen en onrust stoken beloont. En dat is gek, want waarom hebben wij eigenlijk die democratie ooit uitgevonden? Voordat de oude Grieken ermee begonnen, was het eigenlijk dat degene met de grootste knuppel altijd gelijk had. En om dat te voorkomen dat elk meningsverschil uit zou monden in een massale knokpartij, werd de democratie uitgevonden om orde te creëren. En tegelijkertijd te zorgen dat aan de hand van compromissen zoveel mogelijk belangen van mensen werden meegewogen.
En nu vandaag zien we eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. Het is alleen niet meer zo dat degene met de grootste knuppel altijd gelijk heeft, maar eigenlijk degene met de grootste bek en de meeste volgers. Onze democratie, onze politiek leidt aan een koorts. Sommigen noemen het de afrekencultuur, anderen hebben het over de bestuurscultuur. Bij mij zijn dit twee andere woorden voor hetzelfde fenomeen. Ik zit nu iets langer dan een half jaar in de Tweede Kamer, maar ik heb al meerdere voorbeelden gezien waarbij ik als buitenstaander echt denk, waar ben ik beland? En ik zal er namelijk deze avond drie benoemen. Nederland keek begin vorig jaar als collectief als een konijn in de koplampen van een auto. Toen in alle hevigheid corona wereldwijd om zich heen groep. En heel snel werd er een appel gedaan op de mannen en vrouwen van onze krijgsmacht om waar nodig ondersteuning te bieden. En de landmacht riep daarom het Land Information Maneuver Center in, LIMSI. Het doel van LIMSI was eigenlijk continu peilen wat er in de samenleving speelde en om dan ook te anticiperen op de vragen die er mogelijk aan zouden komen. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden, maar ook de logistiek om die mensen daarheen te krijgen. Alleen doordat deze manier van werken ook gebruik werd gemaakt van openbare bronnen zoals internet, ging het LIMSI in de fout. Als bijvangst werden er namelijk persoonsgegevens van bijvoorbeeld mensen die bij een ziekenhuis werken meegenomen. En dit is natuurlijk strijd met de AVG-wetgeving. Toen de minister hier achter kwam, werd de operatie direct gestopt. Er werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld die duidelijk maakte dat er geen kwade opzet was. En er kwamen ook nog een rits met aanbevelingen. En deze aanbevelingen werden door de minister allemaal overgenomen. Ik dacht nog, in mijn naïviteit, eind goed, al goed, laten we dat van leren en we gaan weer verder. Ik veroordeelde tijdens het debat dat er fouten waren gemaakt, maar ik zag vooral ook een kans dat we hiervan moesten gaan leren. Aangezien het informatiegestuurd werken, zoals dat heet, dat je dagelijks nieuwe informatie gebruikt en daar je werk op baseert. Aangezien dat in de toekomst een veel grotere rol gaat gaan spelen, lijkt het me ook logisch dat we daarmee gaan leren. Ik was nog niet klaar met mijn betoog of ik werd bijna collectief door alle partijen aangesproken dat ik de fouten niet serieus nam en dat ik een loopje nam met onze grondrechten. De inzet van onze krijgsmacht tijdens de pandemie werd geridiculiseerd. Wie is onze vijand? Zetten we ons leger in tegen onze eigen bevolking? Zomaar een aantal termen die naar mij en naar de minister haar hoofd werden geslingerd. En een aantal partijen ging nog verder. Ze vonden dat de krijgsmacht het hele informatie verzamelen, dus ook bijvoorbeeld verkennen van terrein bij oefeningen, maar helemaal niet meer moest doen. Bijzonder. Wat ik heb gezien is dat we niet meer mogen leren van onze fouten en dat we continu moeten wantrouwen. En de belangrijkste rol van de volksvertegenwoordiging is het controleren van de regering. Maar daarin zijn we wat mij betreft echt doorgeslagen in keihard afrekenen. Het per ongeluk of expres niet willen meenemen van de context op politici lijkt telkens meer de norm te worden. We stellen tientallen vragen, geven een onmogelijke deadline en ze roepen vervolgens moord en brand als deze onmogelijke deadline niet wordt gehaald. We wijzen in Den Haag graag op iemand anders fouten, maar geven zelf nooit werkbare oplossingen. Theodore Roosevelt, een man die ik erg bewonder, had daar ook een hele goede, briljante uitspraak. Complaining about a problem without offering a solution is called whining. En dat zouden wij ons vaker moeten realiseren, als politici, maar ook als burgers. Afgelopen weekend las ik het boek Zo hadden we het niet bedoeld. Dat is echt een aanrader voor jullie allemaal. Het boek beschrijft heel nauwkeurig het ontstaan van de toeslagenaffaire. Deze is grotendeels ontstaan door beleid vanuit de Kamer. Dezelfde Kamer die nu heel hard bewindspersonen afrekent. En ik zeg niet dat bewindspersonen vrij uitgaat, maar ook zeker de Kamer niet. Het is inmiddels wel bekend dat je in politiek Den Haag steeds vaker draait om degene die het hardst uithaalt. Ik heb dat afgelopen tijd ook ondervonden. Tijdens defensiedebatten omschreef ik de evacuatie als een clusterfuck. Prompt waren alle camera's op mij gericht en werd mijn onparlementaire vocabulair aangehaald in bijna alle krantenkoppen. Het kan er ook mee te maken hebben dat ik misschien ook het woord namens de SGP voerde. Gedurende de hectiek omtrent de evacuatie uit Afghanistan en een intensieve contact met veel Afghanen de afgelopen weken heb ik mezelf steeds twee vragen gesteld. Waarom zit ik in de politiek? En hoe kunnen we het beter maken? En dit hielp mij te concentreren op wat op dat moment belangrijk was. Mijn inbreng in de debatten ging dan daarom ook continu over de situatie bij het vliegveld, het gebruik van WhatsApp en het opzetten van callcenters en niet zozeer over dat Kamervragen te laat waren beantwoord of moties misschien niet helemaal waren uitgevoerd.
Op dat moment was dat in mijn ogen Haags geneuzel. Leidde het af van waar het eigenlijk om zou moeten gaan. En ik ga niet ontkennen dat er fouten zijn gemaakt. Sterker nog, ik zat er zelf met mijn neus bovenop. Maar zelfs ik weet niet alle feiten. En ik weet ook niet van elk feit de juiste context. Ik zal een voorbeeld noemen. In 2019 werd er een tolkenmotie aangenomen. En die zei eigenlijk, dus de hele Kamer zei, tolken moeten naar Nederland worden gehaald. Op dit moment zitten er nog 22 tolken in Kabul vast. En dat is natuurlijk schrijnend. En je kan op basis van deze feiten zeggen, schande, de minister heeft gefaald en ze moet weg. Maar als nu blijkt dat een van die tolken al naar Nederland is geëvacueerd en op eigen initiatief terug is gegaan en vervolgens vast zat, dan zet dat feit wel in een hele andere context. Of dat sommige tolken in juni al weg mochten, maar heel menselijk dachten van nou, ik verkoop eerst mijn Mercedes. Of ik ga eerst nog bij mijn nichtje langs als ze is bevallen. Deze informatie kunnen we wat mij betreft geen hele conclusies trekken. Dus daarom was het voor mij ook niet de reden om niet in te stemmen met moties van afkeuring of moties van wantrouwen. Kort na het sluiten van het vliegveld in Kabul vond het plenaire debat over Afghanistan plaats. En in mijn pleidooi heb ik geprobeerd een evenwichtig beeld neer te zetten. Het is makkelijk om enkel te wijzen op wat de bewindspersonen allemaal fout hebben gedaan, maar er wordt te weinig stilgestaan bij de fouten die wij als Kamer hebben gemaakt. Zo kleedt de Kamer decennia lang onze krijgsmacht uit en wordt er vervolgens op hoge toon geklaagd dat de krijgsmacht te weinig heeft gedaan bij de evacuatie. Een grote spiegel richting de Kamerleden zou in de plenaire zaal zeker niet meer staan, ook richting het CDA. En om de situatie en evacuatie in Afghanistan en ook de rol van de overheid beter te kunnen beoordelen, was ik als eerste partij degene die zei dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen naar de verloop van de evacuatie en wat er precies is gebeurd en wat iedereen heeft gedaan of misschien juist niet heeft gedaan. En veel media besteden hier ook aandacht aan en ik kreeg er ook heel veel positieve feedback over. Totdat het debat begon. Zoals ik al eerder zei, maak je nieuws en word je populair als je maar altijd harder roept als de ander. Dus toen tijdens het debat moties en afkeuringen en moties van wantrouwen boven kwamen drijven, werd mijn oproepen voor een onafhankelijk onderzoek ineens geframed als een excuus om tijd te winnen en bewindspersonen uit de wind te houden. Mensen mogen denken wat ze willen, maar mijn insteek is en zal altijd zijn, wat kunnen we leren en wat kunnen we betekenen voor die mensen? En ik vond het de verkeerde volgorde om nu al conclusies te trekken, terwijl het onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden. En wat mij betreft, de focus moet liggen op de mensen die daar nu nog vastzitten. En daarbij heb ik sowieso moeite met de barbetje moet hangen mentaliteit. Afgelopen week zagen we dat met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Ongelooflijke domme uitspraak om nou iedereen meteen daarvoor weg te sturen en houden we helemaal niemand meer over. Want ik doe ook wel eens domme uitspraken. Zoals eerder gesteld komen fouten ook voort door het beleid gemaakt door de Tweede Kamer. En daarbij zijn de afgelopen jaren de moties van afkeuring en de moties van wantrouwen zo vaak ingediend dat ze een afrekencultuur creëren. Sterker nog, het zal mij niet verbazen dat straks uit het onderzoek blijkt dat bewindspersonen en ambtenaren terughoudend waren om stappen te zetten omdat ze bang waren om fouten te maken. En hiervoor werden afgerekend door de Kamer. Het volval van Limsi, de toeslagenaffaire, maar nu ook het Afghanistan-debat laten zien dat het afstraffen de norm is geworden en het niet bijdraagt aan het beter maken van onze democratie. Dus aan welke koorts lijden wij? Aan een koorts waarbij we elkaar moeten overschreeuwen, waar we continu verbijsterd moeten zijn om überhaupt nog aandacht te krijgen. En deze cultuur wordt enorm versterkt doordat we nu 19 partijen in de Kamer hebben die zichzelf allemaal willen profileren. En dat profileren gaat soms schaamteloos. Partijen die maandenlang niks om onze Afghaanse medemens gaven, die bij geen enkel debat aanwezig waren, die tegen moties hebben gestemd, die Afghaanse tolken en medewerkers zo snel mogelijk in veiligheid zouden moeten brengen. Maar als een blad aan de boom omdraaien, als ze merken dat er ineens toch wel media-aandacht is, dat de publieke opinie toch wel in het voordeel van de Afghaanse medemens uitpakt. En dan, op een zondagmiddag, kort na de val van Kabul, op hoge toon een spoeddebat eisen. En later een motie van afkeuring steunen, omdat de evacuatie van de Afghanen, waar ze kort geleden nog tegen waren, gaan steunen omdat de evacuatie niet goed is gelopen. Nou, leggen wij het maar uit. Het is jullie denk ik wel duidelijk aan welke koorts we in de politiek te maken hebben.
Een koorts waar we zeggen dat we over de inhoud willen praten, maar vooral druk zijn met beeldvorming. En als het even kan, personen beschadigen. Eerder was het premier Rutte, vorige week was het minister Kaag, deze week stond de voorpagina vol met Wopke Hoekstra. En dan vragen diezelfde mensen die smullen van het genadeloos, vaak ongegrond afrekenen van personen, zichzelf op een weemoedige toon af, waarom er nou geen geschikte mensen zijn uit het bedrijfsleven die de politiek ingaan. Nou, ik begrijp het wel. Deze waanzin moet echt stoppen. Nu we de diagnose hebben gesteld, kunnen we ons richten op het volgende punt. Wie zijn die artsen? Wie proberen de politiek, misschien met de beste intenties, te verbeteren, maar bereiken het tegenovergestelde? Die artsen, dat zijn wij. Wij als Kamerleden, maar ook wij als toeschouwers, als burgers. We roepen wel graag dat we inhoudelijke politiek willen zien, maar smullen toch wel stiekem van alle opgeklopte schandalen. Er is niet één schuldig hieraan, wij zijn allemaal schuldig. En wat is dan ons vervuilde gereedschap? Dat is social media. We kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van politici die snel een filmpje maken in de plenaire zaal en vervolgens al verdwenen zijn voordat er überhaupt weerwoord of een antwoord is gegeven op hun vragen. Allemaal hebben de filmpjes wel eens gezien en soms wel eens tegen beter weten in, gedeeld of geliked. We doen er allemaal aan mee. Of nieuwsberichten die voorbij komen in je tijdlijn en hoe bizarder de kop boven het artikel, hoe groter de kans is dat je dat artikel aanklikt en daarmee de makers stimuleert om nog bizardere koppen te gaan maken. Onze democratie is duidelijk nog niet voorbereid op de snelheid en de beperkte diepgang van onze sociale media. Ik pleit niet voor het teruggaan naar de achterkamertjes, naar de tijd van de rooksalons waar gewichtige oude grijze mannen ons land bestuurden en het volk maar voor de domme hielden. Maar in onze drang naar transparantie dreigen we door te slaan. Naar een permanente talkshow waar burgers niet meer gediend worden met deugdelijke wetgeving, maar met simplistische antwoorden op complexe vraagstukken. Een goed voorbeeld van een makkelijk antwoord op een complex vraagstuk is bijvoorbeeld de recent gelanceerde Nationale Politieke Index. Deze index moet op basis van data aangeven hoe waardevol een Kamerlid is. Nou, ik sta als nieuwkomer op plek 10, mijn partij als CDA op plek 3. Mooi resultaat zou je denken, maar deze index zegt echt helemaal niks. Het zegt namelijk dat hoe aanwezig ik bij debatten ben geweest, hoeveel moties ik heb ingediend. Maar bijvoorbeeld ook de aantal wetsvoorstellen die je indient worden meegeteld. In een land met zoveel wetten en zoveel regels is het naar mijn mening veel waardevoller als je een wet weet te skippen dan dat je er weer eentje toevoegt. Deze index heeft als doel om transparantie in de politiek te krijgen. Maar naar mijn mening is het vooral weer makkelijke scoringsdrang in de hand te werken. Het zorgt ervoor dat we een nog grotere diarree aan nietszeggende moties gaan maken. Begin jaren 90 werden er jaarlijks 300 moties ingediend. In 2019 waren dit er 4545. Het aantal Kamervragen is in 30 jaar tijd verdubbeld. Enig idee hoeveel werkverschaffing we zorgen? En het aantal spoeddebatten over talloze, soms nietszeggende incidenten is geëxplodeerd. Waardoor we spoeddebatten geen spoeddebatten meer noemen, maar 30 leden debatten. Want ja, spoeddebat klinkt een beetje gek als het debat pas over 2 jaar gaat plaatsvinden, omdat het dan pas tijd is. Ik ben wat betreft een beetje somber over deze ontwikkelingen. Nu we telkens meer kleinere partijen gaan krijgen die elke keer op hun eigen manier zichzelf willen onderscheiden met dus moties, met dus spoeddebatten, die uiteindelijk niks toevoegen. Ooit waren wij een land van dominees en kooplieden. En nu zijn we een land geworden van kruideniers en farizeeërs. En Matteüs 23, vers 27, en ik moet het wel goed lezen, want het komt natuurlijk uit de Statenvertaling. Matteüs 23, vers 27 zegt het volgende over farizeeërs. Gij zijt als de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol doodsbeenderen en onreinheid. Nu weten we waar we aan lijden en we weten wie onze artsen zijn. En daarmee kom ik tot het laatste punt. Hoe worden wij als Oliver Wendell Holmes? Oliver Wendell Holmes heeft 30 jaar geknokt om een simpel, voor de hand liggend principe geaccepteerd te krijgen. 30 jaar lang. 30 jaar lang werd hij verguisd. Dus wat ik wil zeggen is dat deze koorts die in onze politiek ons in het hart raakt en ondermijnt heel zwaar is.
En dat het heel lang gaat duren voordat we hierboven komen. En als je niet meegaat in de flow, zal het je ook stemmen kosten. Je krijgt niet het aantal retweets of het volgers die de anderen hebben. Misschien word je ook niet herkozen en betekent het een vroegtijdig einde van je politieke carrière. Maar wees daar niet bang voor. Weet dat Oliver Wendell Holmes dat ook dacht. En nu, 127 jaar later, na zijn dood, staan wij hier in een café in Ede waar hij wordt aangehaald als een lichtend voorbeeld. Laten we daarvan leren. En wat kunnen wij doen om Oliver Wendell Holmes te zijn? Misschien moeten we de camera's eens verwijderen uit de Tweede Kamer. Dat het geven van toneelstukjes niet meer kan. En als burger ben je ook gedwongen om gewoon notulen van vergaderen te lezen, zodat je vanzelf die context ook ziet. Ik weet namelijk heel goed een van mijn eerste debatten, een landbouwdebat. Ik heb 4 uur heb ik daar gezeten, 10 super inhoudelijke moties ingediend. En een collega die deed een inbreng van 30 seconden. Daar werd een heel mooi filmpje van gemaakt. En ik kreeg vervolgens in alle boeren-appjes de opmerking: waarom doet het CDA niks? Dan ben je 4 uur inhoudelijk aan het debatteren en dan word je afgefakkeld omdat iemand 30 seconden goed uit zijn woorden komt. Maar goed. Misschien moeten we ook anonieme social media accounts maar eens een keer gaan weren. Moeten we meer investeren in onafhankelijke kwaliteitsmedia? Moeten we mensen, vooral nieuwe generaties, dat je je mening niet moet baseren op de laatste WhatsApp die je hebt gekregen? Dat als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dat het vaak ook te mooi is om waar te zijn. Moeten we leren dat we hier op aarde niet zijn voor onze kleine belangetjes, maar dat mensen tot recht komen in relatie met een ander. Dat we onze keuzes niet alleen moeten baseren op wat alleen voor ons als individu belangrijk is, maar ook rekening moeten houden met andere generaties, andere geloofsovertuigingen of een andere afkomst. Moeten we misschien juist moeite kosten om politiek te volgen? Misschien moet politiek gewoon weer hartstikke saai zijn. En moeten we ook niet opkijken om tegen de stroom in te zwemmen als politici, maar ook vooral als burger? En we zullen allemaal falen. Ik zou als politicus in momenten van zwakte ook wel eens laten verleiden tot een makkelijk antwoord op een complex vraagstuk. Ik zou jullie vast allemaal teleurstellen, zoals jullie waarschijnlijk ook mij zullen teleurstellen. Maar laten we op die momenten vooral wederzijds respect hebben. Laat op die momenten elkaar in vertrouwen en in begrip aanspreken, zonder elkaar uit te maken voor rotte vis. Laten we dan met z'n allen meer zijn als Oliver Wendell Holmes. Dank jullie wel. Ja, dankjewel voor je lezing, Dirk. Ik denk dat we allemaal... Het was doodstil in de zaal. Ik denk dat dat wel aangeeft van hoe goed er geluisterd is. Dat betekent dat ik nu de gelegenheid wil geven om vragen te stellen. Allereerst vragen over de lezing die Dirk net gegeven heeft. Daarna is er nog ruimte vanuit de zaal, zeg maar, voor algemene vragen over Dirk, over politiek in het algemeen. En dan kijk ik ook even naar de livestream, man. Mensen die live meekijken thuis kunnen ook vragen stellen. En dan krijgen we hier vanzelf een seintje, zodat we die vraag ook kunnen beantwoorden. Wat ik wel even wil vragen, Dirk, is dat je zometeen de vragen die gesteld worden even wil herhalen, zodat de mensen die thuis ook mee kunnen krijgen. Yes. Wie kan ik als eerste de beurt geven? Gerwin. Niet hoor ik. Deze kan je eraf pakken, Gerwin. Ja, dankjewel Dirk voor je mooie betoog. Traditioneel gereformeerd hoort er eigenlijk nog een toepassing bij natuurlijk. Maar die zal nog wel volgen. Hey, ik deel heel veel van je analyse over het huidige politieke bestel. En vooral ook de echte functie als Kamerlid. Het controleren en inhoudelijk diepgaand met elkaar debatteren. Ik hoorde je een aantal keer zeggen: we moeten lering trekken uit. Hè? En dat is voor jou heel belangrijk, vind ik ook. Alleen heeft het huidige politieke bestel uit de afgelopen jaren eigenlijk niet ook duidelijk getoond dat leerbaarheid wel heel veel ver weg is. Als we een toeslagenschandaal gewoon jarenlang kunnen laten voortsudderen in onze regeringskringen en in de overheidsinstanties, maar ook heel veel andere voorbeelden, is het op een gegeven moment ook niet een beetje terecht dat men dat stapje van laten we eerst eens met elkaar helemaal teruggaan naar de kern en gaan leren, dat dat overgeslagen wordt gelet op de afgelopen periodes. Ik hoorde ook alleen een teamtelefoon. Oh, dan ga ik die weer aan jou geven. Deze? Oh, zo. Deze kan hier blijven.
Nee, terechte vraag. Kijk, die toeslagenaffaire, echt dat boek wat ik net aanraadde, ga het lezen. Want het geeft namelijk heel duidelijk aan. Kijk, wij als Kamer maken uiteindelijk de wetten waar het kabinet mee aan de gang gaat. En de toeslagenwet, ik geloof 2005, is door de Kamer heen gegaan. In 2013 uit mijn hoofd is er een Bulgarenfraude geweest. Hè, waar heel veel Bulgaren misbruik hebben gemaakt van de regels die wij hebben. En daarop heeft de Kamer gezegd, zero tolerance. De Kamer is nog gewaarschuwd meerdere keren. Maar onder andere ook door de staatssecretaris Wekes, die letterlijk zegt, realiseren jullie wel dat de goede onder de kwade gaan leiden. Hè? Dus de Kamer is ook gewaarschuwd. En dat diezelfde Kamer en diezelfde Kamerleden nu opnieuw moord en brand. En begrijp niet verkeerd, hè, wat er met die mensen is gebeurd, is vreselijk. Maar ik vind echt het stukje reflectie in de Kamer vind ik echt onvoldoende. Ik vind zeker dat ook de bewindspersonen hier op bepaalde momenten echt wel fout hebben gemaakt. Maar als jij vanuit de Kamer nooit de mogelijkheid krijgt om te leren daarvan, want dat is gewoon gebeurd, het is continu hakken geweest, ja, dan kan je ook niet verwachten dat het uiteindelijk een keer gaat verbeteren. Dus we moeten echt uit die spiraal komen. En ik denk zelf dat wij als Kamer dat als eerste moeten doen. En ik denk überhaupt als wij als Kamer ons werk serieuzer hadden genomen, dat zulke fouten al eerder waren opgevallen en ook eerder waren voorkomen. Maar ja. Als je Kamer werkt, dan het juist, mag ik daar een vervolg aan stellen? Niet juist ook wel, ja. Onbewust of bewust, maar gehinderd op sommige momenten door, in dit geval het kabinet, wat dus niet op tijd de vragen beschikbaar stelt, of op zondagavond laat even een e-mail met vragen erop, waar je uiteindelijk bijna niet de denkers komen om redelijk wijze een debat te kunnen voeren. Ja, maar dat vind ik een hele goede vraag. Word je inderdaad niet gehinderd doordat bijvoorbeeld de informatievoorziening vanuit het kabinet naar de Kamer onvoldoende is? Nou, ik heb daar zelf even gereflecteerd aan mijn eigen ervaring in het Afghanistan-debat. Op een bepaald moment hebben wij als Kamer 500 of bijna 500 vragen gesteld. En ik moet zeggen, toen ze niet beantwoord waren, baalde ik ook. Want ik denk, ja, het werden echt een paar uur voor het debat werden zoals beantwoord. Heb ik ook wel een paar keer getwitterd. Van schande, wat duurde. Daar heb ik de laatste dagen over na te denken. Ja, ik denk, frek. Ik heb die vraag ook doorgelezen. Nou, er zitten echt heel veel vragen tussen. Dat ik denk van ja, dit is ook echt spijkers op laag water zoeken. En dan vind ik het is ook niet gek dat wij, als wij 500 vragen stellen en een bijzonder korte termijn daarvoor geven, dan is het niet gek dat dat gewoon niet gehaald wordt. Want ik weet namelijk wel, stel ze zouden die vragen koet wel op die deadline halen, dan is er een hele grote kans dat er fout in zitten. En dan zouden we diezelfde Kamerleden ook weer schande schreeuwen. Dus we zitten ook al en dat is echt die afrekencultuur, dat we soms bewust doelen stellen waarvan we weten dat ga je redelijkerwijs gewoon niet halen. Hè? Dat je een debat hebt, ja, ik wil vanmiddag nog een brief. Weet je, ja, er moet weer een ambtenaar moet dat weer allemaal gaan uitzoeken en oh wee als er iets verkeerd geformuleerd is. Dus we hebben echt een soort kramp gecreëerd. Waarbij iedereen bang is om fouten te maken. En daar komen we gewoon niet meer uit. En de enige manier om daar uit te komen is denk ik dat wij als Kamer als de eerste stap gaan zetten. En dat is gewoon wat redelijker zijn in ons werk richting de bewindspersonen. En wat meer uitgaan, en dan ben ik misschien naïef, maar met meer uitgaan van de goedheid en de goede intenties van bewindspersonen. Er zijn politici die zeggen, ik geloof alleen maar, vertrouw alleen mijn gezin en de rest niet. Ik geloof echt dat een verkeerd uitgangspunt is. Ik weet je, het is. Je hoeft het niet met iedereen eens te zijn. Sterker nog, er zijn heel veel Kamerleden waar ik het totaal mee oneens ben. Maar ik vertrouw ze wel. Als je dat vertrouwen niet hebt, ja, weet je, dan kan je beter stoppen. Want als je vanuit wantrouwen moet gaan werken, en wat dat betreft is het normale leven, net zoals in de politiek. Als je ondernemer bent en jij moet met iemand gaan werken die je niet vertrouwt, ja, dan dat is geen doen. En zo is het in de politiek niet anders eigenlijk. Dus dat was een heel lang antwoord, maar ja, goed, sorry. Goeie vragen worden goede antwoorden. Dat is waar, ja. Er is nog een andere vraag vanuit de zaal. Je mag ook vanuit daar achterin komen. Zie je daar iemand? Ja, daar. Yes. Is er binnen ambtenaren ook niet gewoon heel veel fout gegaan? Dat ze mensen gewoon van de ene ambtenaar naar de andere stuurden en naar de andere en naar de andere. En niet alleen bij de toeslagaffaire, dat gebeurt overal. Is dat ook niet gewoon een probleem wat gewoon die mensen zelf beter hadden moeten doen? Dat er gewoon op een gegeven moment wordt gezorgd dat er gewoon
één iemand is en dat ze daarbij terecht kunnen. Niet dat ze van het ene kastje naar het andere de kastje, naar het andere kastje, naar het andere kastje. En dan weer bij de eerste komen. Want ja. dat is ook een heel groot probleem. Dat er niet iemand uiteindelijk verantwoordelijkheid neemt voor één persoon. Ja, een hele terechte vraag. In mijn vorige leven was ik ondernemer en ik werkte heel veel met gemeentes. En ik werd er soms helemaal gek van. Dus ik ben ergens blij dat ik dat niet meer heb. Nou heb ik er heel veel ambtenaren voor teruggekregen. Maar ik vind terecht, hè, dat ik ken dat wel, dat niemand daar verantwoording meer voor neemt. En dat praat ik niet helemaal goed, maar voor een deel komt dat ook. Als ik bijvoorbeeld even naar Afghanistan kijk, en goed, dat onderzoek zal het uitwijzen. Maar doordat wij als Kamer geen enkele fout meer accepteren en soms echt onredelijke eisen stellen, is mijn analyse dat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken dachten, nou, dat laten we het ministerie van Defensie wel oppakken, want als het dan fout gaat, is het niet ons schuld. En dat dachten waarschijnlijk bij het ministerie van Defensie ook, dat uiteindelijk BZ dat zou gaan doen. En zo is het op het ambtenarenniveau ook. Als wij die angstcultuur in stand houden, waarbij wij als Kamer op elke slak en op elk bijzaakje zout gaan leggen, ja, dan en met, nou ja, met minste geringste met een motie van wantrouwen komen, dan hou je die kramp dat ambtenaren niet durven de verantwoording te nemen. Omdat ze bang zijn, dan krijg ik, als het fout gaat, krijg ik het op mijn bordje. Ik denk dat we moeten accepteren dat wij in een gebroken wereld leven. Dat moet hier ook als muziek in de oren klinken. En dat mensen fouten maken. En dat wil niet zeggen, je mag oneindig veel fouten maken. Natuurlijk zijn er grenzen. Maar we zijn zo ver doorgeschoten dat alles perfect moet zijn. Dat uiteindelijk niemand het meer daaraan kan voldoen. En dus ik denk stap 1 is, accepteer dat we fouten maken. En dan geloof ik echt dat we die cirkel kunnen doorbreken. Alleen dat vraagt wel discipline voor politici. Omdat het makkelijkste om te scoren is, wat ik al aangaf, is aanwijzen wat iemand anders fout doet. Ik hoop dat ik daarmee een beetje jou een antwoord heb gegeven. Ik wil doorgaan naar een vraag vanuit de chat, want er komen inmiddels ook aardig wat vragen binnen. En een mooie vraag die ik binnen zie komen, die ik even wil behandelen, is: hoe staat u tegenover vakministers? Zou u zelf bijvoorbeeld minister van Defensie willen worden? Nou, ik denk dat het heel goed is dat je ministers hebt die gevoel hebben met de praktijk. Ik denk dat een van de grootste uitdagingen in onze tijd is dat je een hele grote kloof ziet tussen de theorie in Den Haag en de praktijk eigenlijk buiten Den Haag. Ik zie dat bijvoorbeeld op mijn portefeuille landbouw. Dus ik denk dat het heel goed is dat je mensen hebt die niet alles hoeven te weten, want dat is onmogelijk, maar in ieder geval weten bij wie ze moeten zijn om ergens achter te komen en globaal snappen hoe bijvoorbeeld een agrarische wereld werkt. Maar ik denk niet dat je per se boer moet zijn om op landbouw te zitten of een militaire achtergrond moet hebben om minister van Defensie te worden. En heb ik de ambitie om minister te worden? Ik denk dat ik daar veel te ongeduldig voor ben. Laat mij maar lekker volksvertegenwoordiger zijn en daar heb ik hartstikke veel lol wil ik niet zeggen, want dat varieert er soms een beetje. Maar daar haal ik wel mijn voldoening uit. Ja. Helder. Ja, het is natuurlijk überhaupt de vraag of dat CDA nog de minister van Defensie mag leveren in een volgend kabinet. Nou, misschien, waarom niet? Misschien gaat de SGP dat wel doen als het een extra parlementair kabinet wordt. Ja, daar ben ik niet op tegen. Dus, goed. Ik zie nog een andere mooie vraag in de chat binnenkomen. En de vraag is, je had het net over filmpjes maken, scoren politici. Verlengde daarvan is natuurlijk ook dat de middenpartijen steeds kleiner worden. Ja. En de vraag gaat erover, hoe ziet Dirk de rol van middenpartijen in de toename van het aantal partijen in de Kamer? De versplintering. Wat zouden middenpartijen beter moeten doen in deze? Nou, ik denk dat wij, doe ik hem even op het CDA, hè, als middenpartij. Ik denk dat wij als CDA fout hebben of verkeerd hebben gedaan, is dat wij te veel, te lang iedereen te vriend hebben willen houden. Dat je door iedereen te proberen te vriend te houden, dat uiteindelijk niemand zich meer echt bij je partij thuis voelt. Dus ik denk dat je best wel meer moet gaan uitdragen waar je voor staat. En ik bijvoorbeeld de agrarische sector. De samenleving kijkt anders naar de agrarische sector dan 10 jaar geleden. De status quo handhaven, zo alles houden zoals het nu is,
houdt heel simpel in dat je over 10, 15 jaar de helft van de sector gewoon kwijt bent. Dus het is niet alleen in het belang van dat de samenleving alles naar de sector kijkt, maar het is ook in het belang dat de wereld gewoon verandert. En als we niks doen en die sector niet helpen naar een hoger plan, dat we gewoon links en rechts worden ingehaald. En ik denk dat wij als CDA te afwachtend in zijn geweest, waardoor heel veel agrariërs zich ook niet meer thuis voelen bij het CDA, omdat we vlees nog vis waren, geen duidelijkheid gaven. En ik denk dat ik heb dat onder andere proberen te doen door eerder dit jaar mijn landbouwvisie te presenteren als CDA. Dat heb ik ook expres gedaan voor de boerenprotesten, om ook gewoon op het podium te staan, zeggen dat niet alles meer kan. En dat we de boeren ook moeten gaan helpen in die verandering. En dat is echt totaal, want dan werd meteen weer geframed, oh, het CDA is opgeschoven naar D66. Nou, laat me daar duidelijk over zijn. D66 heeft, of tenminste, Tjeerd de Groot, D66 zit er iets genuanceerder zelf in, die heeft als uitgangspunt de halvering van de veestapel. Ik denk, als je het uitgangspunt halvering van de veestapel, dat is het meest domme wat je kan doen. Ik denk dat het doel moet zijn dat je het verdienmodel van boeren gaat veranderen. En daar kan ik heel lang over praten, maar ik ga een klein voorbeeldje uithalen. Een boer in Overijssel, die had 90 melkkoeien. Die is in samenspraak met de provincie teruggegaan naar 70 melkkoeien. Dus dat is minder vee, minder uitstoot. En in ruil daarvoor heeft hij een stuk agrarisch natuurbeheer gekregen van de provincie Overijssel. Wat anders naar een treinbeheerorganisatie had gegaan. Onderaan de streep is die boer er 20.000 euro netto per jaar op vooruit gegaan. Ik zeg er meteen bij, deze casus kan je niet kopiëren en dan op 50.000 boeren plakken. Elk agrarisch bedrijf is anders, elk gebied is anders. Maar dit is wel een denkmethode. En als ik dus begin van, joh, we moeten de boeren een bredere rol geven, dan word je meteen geplakt, oh, het CDA laat de agrarische sector ook in de steek. Nou, we zouden het in de steek laten als we alles bij de status quo zouden houden. Dus ik geloof dat je ballen moet tonen. De sector is al 600-700 jaar aan het veranderen, dus waarom nu niet? Goed, dan wil ik zelf wel even een klein vraagje erachteraan stellen, want het triggerde mij. Je zei van, we kunnen als CDA niet iedereen te vriend houden, we moeten keuzes maken. Wat betekent dat voor de christelijke wortels van het CDA? Een hele goede vraag. Ik vertelde net al, we hebben 4545 moties en af en toe gaat er eentje fout. Dat was gisteren of eergisteren. Dat ging over artikel 23. En daarvan kan ik zeggen, daar sta ik pal voor. Omdat ik zelf op een reformatorische school heb gezeten. Ik heb een bijzonder goede tijd gehad. Ik heb mijn dochter zitten nu op een christelijke basisschool. Ik zit zelf in het bestuur als voorzitter van die christelijke basisschool. Dus ik zie hoe goed dat is voor een samenleving, voor het dorp waar ik nu woon. Ik zie heel simpel dat een heel groot deel van de inwoners in mijn dorp, die helemaal niet gelovig zijn, ook kiezen voor zo'n school, omdat ze die normen en waarden waarderen. Dus ik zie ook dat de christelijke wortels echt heel belangrijk zijn in onze samenleving, ook voor mensen die niet gelovig zijn. En binnen het CDA zitten er heel veel mensen die niet gelovig zijn, die bewust gekozen hebben voor het CDA, juist voor die christelijke normen en waarden. Dus stel wij zouden zeggen, we heffen de C op, die discussies hoor je wel eens, ja, dan hef je eigenlijk per definitie het CDA op, als je het mij vraagt. Ik hoop dat ik daar een geruststellend antwoord heb gegeven. We blijven het kritisch volgen. Laten we het daarop houden. Even kijken. We hebben de zaal is al een tijdje stil. Zijn er vanuit de zaal nog vragen? Ik heb er in de chat nog genoeg. Dus wat dat betreft geen gebrek. Maar jullie zijn hier fysiek aanwezig. Melvin. Is het misschien een idee om alle politici alle social media accounts te laten verwijderen? En dat ook bij wet. Is het een idee om alle politici social media te laten verwijderen? Nou, ik zal je vertellen, ik heb het een paar weken geleden tegen mijn woordvoerder gezegd, dat ik echt op het punt stond om mijn Twitter te verwijderen. Maar hij zegt, joh, jij bent nog te onbekend, dus jij kan dat nu nog niet doen. Maar ja, ik zou het, weet je, communiceren via nieuwsbrieven, dat je gewoon er echt voor gaat zitten. Dat je echt inhoudelijk over je standpunten ventileert. En dat vraagt dus ook voor alle mensen daarbuiten, dat je je veel meer moet gaan verdiepen. Ik denk dat dat heel erg helpt. Want wat gewoon zo ontzettend, welke scheldwoord gebruiken, waardeloos is, is de snelheid van social media, de ongenuanceerdheid daarvan.
Waardoor iedereen allemaal conclusies trekt op halve waarheden. En ik denk dat dat heel erg helpt dat je gewoon wat meer traagheid in het debat weer kan brengen. Zoals we dat eigenlijk 20 jaar geleden hadden. En mensen gewoon dwingt om meer te gaan lezen voordat je je mening vormt. Dus ik denk zelf, ik ben er wel een voorstander van. En het probleem is, als ik de eerste ben en de rest doet het niet, dan werkt het alsnog niet. Dus dan zou dat wel collectief moeten doen. Ja. Nou, dat klopt. Nee, helemaal eens. Nee, ik merk het bij mezelf ook. Hè. Ik had vanmiddag, moest ik deze bijdrage nog schrijven. Ik moet vannacht naar Lissabon toe. Dus ik moet ook nog allemaal tickets en dingen uitdraaien. Maar ik kan daar gewoon niet aan toe. Ik weet even niet meer waar de hele discussie nou eigenlijk weer over gaat. Nou, dat zegt alweer genoeg. Ik moest ergens op reageren elke keer. En uiteindelijk dacht ik van, wat ben ik mee bezig? Dus ja, dat kost zo enorm veel tijd, wat veel beter besteed kan worden. Ja. Is dat realistisch? Bekend Twitter-gezicht, Kees, toch? Yes, ja, kijk. Kijk, hoe ga je die verandering realiseren en is het niet te ambitieus? Zeker. En het is ook echt een cultuursverandering. Hè? Dus je kan niet met een motie zeggen, oké, nu gaan we vandaag alles zo doen. Dat gaat gewoon niet. Maar ik ben een heel optimistisch mens. Ik geloof dat we culturen kunnen veranderen als we dat willen. Alleen dat vraagt wel inzet van ons allemaal. Dus dat vraagt nu, ik hou hier een verhaal bij jullie. Misschien dat je denkt, nou, er zit wel wat in. Ik hou dat verhaal ook. Jullie houden dat verhaal allemaal weer op een verjaardag. En we doen dat met z'n allen. Dan geloof ik echt wel dat je iets kan veranderen. Maar dat kan zomaar 30 jaar duren, wat ik zei. Als we allemaal nou eens een keer gaan realiseren van wat voor gekhuis zijn we bezig. Al nemen we nou bijvoorbeeld dat hele verhaal van Wopke Hoekstra afgelopen week. Hij heeft zelf die dingen verkocht nog voordat hij minister werd. Hij heeft daar open over gecommuniceerd. Meerdere keren. En we brengen dat ineens als breaking news. En het wordt meteen afgefakkeld. Van oh schande. En hij staat schouder aan schouder met de maffia. Dat is dan een beetje het resultaat. Ik merkte wel dat er een soort tendens kwam van, ja jongens, waar zijn we nou mee bezig? Dus ik merk het gevoel wat ik heb, dat ik niet de enige ben die dat heeft. Die echt denkt van, jongen, we zeggen allemaal dat we over inhoud willen gaan praten. Maar als het even kan, gaan we mensen beschadigen. En ik merk wel, wat dat betreft ben ik wel, ik was heel erg, vond ik het heel deprimerend. Dat ik denk van, ja, hey, Wopke kan morgen zeggen, jongens, ik ga weer lekker naar het bedrijfsleven. Ik verdien het tienvoudige. Ik heb niet meer 17 miljoen bedweters. En we vergeten even dat het een hele kundige minister van Financiën is die echt goed heeft geopereerd in de coronacrisis, waardoor wij nauwelijks een crisis hebben gehad. En we hele goede economische cijfers hebben. En heel los van de schrijnende verhalen, ook hier in de horeca, daar ga ik echt niet aan voorbij. Maar het vergeleken met andere Europese landen echt goed doen. Die steunpakketten echt goed zijn gevallen. En we gaan nu iemand zeggen waarvan we zeggen, ja, hij is wel een goede minister van Financiën. Maar we hebben hem nu even gesloopt, hij moet weg. Ja, wat hebben we dan opgelost? En ik merkte wel van de week voor het eerst dat heel veel mensen dachten, ja, dit gaat gewoon een beetje ver. Waar zijn we nou mee bezig? Dus ik ben wat dat betreft wel optimistisch. Dat ik denk van, nou ja, en vooral jongeren, toch wel inzien van, joh, dat negatieve sentiment gaat ons helemaal nergens brengen. Heeft ons nooit ergens gebracht en dat moet gewoon gaan stoppen. Dus, maar terecht, joh, ik kan hier een motie indienen en we gaan het veranderen en het gaat anders. Dat een cultuurverandering duurt lang. Heeft tegenslagen. Maar goed, daarom ook dat voorbeeld van die Oliver Wendel Holmes. Heeft 30 jaar lang lopen schreeuwen. Heeft waarschijnlijk ook op een verjaardag gezeten dat mensen dachten, man, stop ermee. Is ook gewoon doorgegaan. Dus ja. Ik kan nog gelijk een vervolgvraag stellen. Laatste vervolgvraag, oké. Die voelde je waarschijnlijk wel aankomen naar aanleiding van onze af en toe gesprek op Twitter. Maar hoe kijk jij als christen, hè? Hoe kijk je daarin naar de rol van corona? En nou ja, ik ben ook een fel tegenstander van corona. Ik denk niet dat een teken van het beest is of zo. Maar ik zie wel een tendens. Ja. Ik proef weinig van die argusogen.
Ik snap dat jij dat denkt. En ik zeg ook niet dat dat dom is dat je dat denkt. Hè, want ik denk dat iedereen dat vanuit zijn eigen geloof, vanuit eigen gevoel, zelf het beste beleefd. Dus ik kan daar geen oordeel over voeren. Dus wat ik zeg is even wat ik zelf denk. Mijn opa, mijn overgrootopa, die emigreerde. Nee, mijn bedovergrootopa, dan moet ik het goed zeggen. Mijn bedovergrootopa, die emigreerde in 1913 naar Amerika toe. Die sloot eerst voor 30.000 gulden een lening af en die vertrok toen met de Noorderzon. En zijn vrouw en 9 kinderen liet hij achter hier in Nederland. Dus die dachten van ja, wat gaan we doen? En die ging op een bepaald moment, na een paar maanden, dachten nou, hij kon toch niet meer terug, dus we gaan er toch wel achteraan. Dus moeder met 9 kinderen, van de oudste dochter en inmiddels verkering had, die gingen naar Amerika toe. En nou, die oudste dochter, die vriend van haar, die heeft brieven terug, dat is mijn overgrootopa, heeft brieven teruggeschreven naar Nederland. Over zijn tijd in Amerika en hoe hij daar tegenaan kijkt. En dat was de tijd van de Eerste Wereldoorlog, 1914, 1915, dat losbarstte. En hij schrijft in een brief, even uit mijn hoofd, oktober 1914, van joh, die oorlog in Europa, al die vernietiging en er was een aardbeving geweest in Italië, 35.000 doden. En nu hebben ze ook nog vliegtuigen waarmee ze vechten in de lucht. En dat staat ook in openbaringen, dat in de laatste dagen er gevechten zullen zijn in de lucht. Hij zegt, dit gaat nog een paar jaar duren en dan is deze aarde voorbij. We zijn inmiddels 105 jaar verder. Dus ik moet zeggen dat mensen heel vaak denken van dit is het einde. Ik ben daar iets genuanceerder in, omdat ik dat dus weet dat dat dus ook zo, dat het van alle tijden is. En tegelijkertijd, joh, het kan morgen ook voorbij zijn. Dat weten we niet. Maar zie ik corona en de QR-code waar we het dan over hebben, zien we dat als teken van dat het. Natuurlijk, elke dag dat we hebben, komen we dichter bij de eindtijd. Dat geloof ik. Maar dat kan nog 1000 jaar duren en dat kan nog 24 uur duren. En ik weet niet of. Ik geloof niet dat de QR-code daar nou een onderdeel in is, eerlijk gezegd. Ik geloof veel meer dat polarisatie daar een onderdeel in is. En de vijandigheid die we hebben gezien met dat kerken bijvoorbeeld open mochten. En dat mensen daar heel erg boos over waren. Daar ben ik angstiger voor dan voor een QR-code, eerlijk gezegd. Dat is mijn eerlijke antwoord. Dus ik ik ben angstig omdat ik wil, omdat ik nog zoveel mensen wil bekeren. Wil jij doen? Nou, we moeten we allemaal. Goed, dat lijkt me een mooie afsluiting. Laten we waakzaam en nuchter blijven. Ja, we zaten te denken van, wat kunnen we Derk nou als bedankt geven? Je hebt hier natuurlijk eigenlijk een pleidooi gehouden, wat ook heel erg aansluit bij de manier waarop de SGP politiek bedrijft. Inhoudelijk kamerwerk, boven de beeldvorming stellen, dergelijke dingen. Dus we dachten eerst van nou, laten we gewoon zeggen van joh, we nemen die vierde zetel er gewoon bij. Het CDA wordt toch bijna elke dag kleiner. Maar ik begreep van je woordvoerder dat je daar, ja, dat niet helemaal ging lukken. Dus we moesten wat anders verzinnen. En dan zijn we opgekomen. Je hebt het net al genoemd tijdens je bijdrage Afghanistan. Je bijdrage die je daar geleverd hebt voor het terughalen van de tolken. En dat past ook wel heel mooi bij de Oranje Bovenprijs die we elk jaar als SGP Jongeren uitreiken aan iemand van buiten de kringen van de SGP die zich inzet voor idealen waarvan wij denken dat dat echt een goede bijdrage aan de samenleving is. Nou, en ik heb de eer om hier te mogen vertellen dat voor 2021 we besloten hebben dat jij de eer hebt om de prijs in ontvangst te mogen nemen. Dus ik vraag even aan de regie of dat die gegeven kan worden. En dan wil ik hierbij de Oranje Bovenprijs 2021 overhandigen. Ja, is het goed zo? Super, leuk. Ontzettend dank allemaal. Echt, het is mijn eerste prijs ooit. Dus ik was er nooit zo goed in. Maar super mooi. Super mooi en ontzettend dank. En ik zeg er ook meteen bij, weet je, in Afghanistan, dat hebben we niet alleen gedaan. We waren met een hele grote groep vrijwilligers, 10, 15 man, waar we dat mee hebben gedaan. En nog steeds te weinig en nog steeds te laat. En er zitten nog steeds mensen daar vast. Ik had toevallig net een vrij indrukwekkend gesprek voordat ik hierheen kwam met een echtpaar die voor een christelijke organisatie in Afghanistan 12,5 jaar hebben
gewoond en gewerkt. Die heel graag morgen alweer terug zouden willen. En ja, die geven gewoon zo'n mooi verhaal. En dat steekt me dan een beetje dat hele debat over Afghanistan door sommige partijen meteen wordt gekaapt van er komen weer 100.000 mensen hierheen en schande en ze pikken onze woning in. Ik vind dat dit echt gaat over medemenselijkheid. Mensen die we daar hebben gepusht om de hoofddoeken op het af te gooien, om voor vrouwenrechten op te komen. En daar zijn wij als westerse landen eigenlijk als dief in de nacht vertrokken. Met een hele chaos achterlaten. Ik vind dat een extra verantwoording schept. En joh, het ene dat ik heb gedaan is echt maar een heel klein onderdeeltje. Maar ontzettend dank voor de prijs. En het CDA heeft het zwaar. En we zijn in de peilingen er niet best voor. Het voordeel dat je slecht in de peilingen staat, is dat je daar ook geen rekening mee meer hoeft te houden. Dus we kunnen gewoon all the way. En ik ben heel optimistisch. Het komt echt goed. Dank jullie wel. Yes, en dan met een nog enige stoffelijke blijken van liefde, zoals we dan bij de SGP zeggen, wil ik dit onderdeel afsluiten. En dat betekent dat we richting een officieel einde van het programma gaan. Zometeen is er nog gelegenheid voor de mensen die fysiek aanwezig zijn om gewoon lekker te borrelen. Ik weet niet of dat Derk zelf nog even blijft, maar anders kan je de vragen die je nog hebt, kan je dan nog even informeel stellen. Dan staan ze ook niet op camera, dus dan kan je de echte foute grappen maken. Voor de mensen die thuis meekijken, zou ik zeggen, zorg vooral dat je er de volgende keer weer fysiek bij bent. 28 oktober in Wezep uit mijn hoofd gezegd. Dan hopen we met Rabijn Jacobs in gesprek te gaan. Dus zorg dat je er dan bij bent. Voor nu gaan we het programma officieel afsluiten. Ik geloof dat dan de livestream ook gaat stoppen. Dus dan wil ik nu met jullie met gebed eindigen. En daarna dan kan er nog geborreld worden.